Hi, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wanneer je dit kijkt. Ik ga een opgemaakt video maken, maar je hoort het misschien wel, ik ben ziek. Dus ik doe het even zo achter de camera, maar ik ben er wel. Lekker dubbele trui aan. Ik heb hier een kopje koffie. Daar een kopje koffie staan. Oh, sorry. Als eerste heb ik deze Treewick Fresh Linen opgemaakt. Deze is aan de Action. Deze is bijna op, niet helemaal. Met zo'n knetterlont, zeg maar. Het is een knetterkaars. Ruikt die? Mwah, dat valt wel mee, maar het is wel een hele fijne kaars die het heel goed en heel lang doet. Zo. Dan heb ik. Ik heb hier aan de zijkant daar een tasje staan met al mijn spul. Ik heb niet zo heel veel. Dat komt omdat ik niet alles bewaar. Dat is heel stom, maar dat zit gewoon nog niet in mijn systeem. En het zijn dingen die ik soms met Wessel deel, soms met Dennis deel. En soms gewoon niet. Die dingen die ik alleen maar opmaak. Deze deed ik met Wessel als koffie over het algemeen. Dit is de Rituals 24-hour anti, nou ja, deodorant. Dit is de mannenlijmer. Ik vind deze heel lekker. En deze zit nog in. Maar hij doet het niet meer. Dus die kan ook weg. Dan heb ik een micellair water van de Revolution opgemaakt. Is een goed product. Ja, removes make-up. Ja, maar niet zo goed als de Garnier. Maar is een prima product. Een reuzenpot sudocreme. Wie kent dat? Dit ben ik gaan gebruiken toen Wessel geboren werd. 21 jaar geleden, bijna 22 jaar geleden. En we gebruiken het nog steeds voor wondjes, uitslag, dingen die jeuken. Als je een beetje doorgelopen bent of nou, noem het maar op. Dit is een super pot, want de normale pot is maar zo groot. En deze is op en hier heb ik echt heel lang mee gedaan. Ik denk misschien wel 2 jaar. Hier zit 400 gram in. Dus het is met de deodorant ook. Ga ik die nog een keer kopen? Zeker. Gaan we de sudocreme nog een keer kopen? Zeker. Ik heb van Biodermal een PCLE crème kalmerende lotion opgemaakt. Voornamelijk om mijn benen in te smeren. Ja, prima. Ik vind die Biodermal sowieso een fijn merk. Ik vond dit systeem met die pomp heel fijn. Ga ik dit nog een keer kopen? Absoluut. Sowieso heb ik regelmatig dingen van de Biodermal. Even kijken. Van de Kruid, wat heb ik een vitamine C maskertje opgemaakt. Dit is een sheet mask. Doet dit echt dingen? Ik merk dat ik minder vaak over praat volgens mij. Doet dit wat voor je huid? Weet ik niet. Is het fijn? Ja. Dat. Een dingetje reinigingsdoekjes. Deze zijn eigenlijk niet voor mij geschikt. Maar goed, ik heb ze wel opgemaakt. Een tandpasta. Ja. Deze gebruik ik altijd. En daar heb ik ook al een nieuwe van in gebruik. Nog een pakje doekjes. Deze zijn wel voor mij, voor de droge en gevoelige huid. Heb ik opgemaakt. Ik heb zo'n dingetje onder eye patches opgemaakt. Heel fijn. 4 setjes zitten hierin. Maar ze zijn nu op. Koop ik dat nog een keer? Absoluut. Zijn van de Action volgens mij. Ik heb van Charlotte Tilbury, zitten we al bij de proefjes? Nee, toch? Verrek. Oké. Okay. Een Magic Serum. Dit is het serum. En dat knijp je dan hier zo eruit.
Ja, fijn product. Zou ik hier een full size van kopen? Nee, dat niet. Maar zo voor het proefje, prima. Ik heb mijn Maximoor Fixing Spray opgemaakt. Dit gebruik ik om het poederige effect weg te krijgen. Ja, dit heb ik alweer een nieuwe van in gebruik. Ik heb een Batiste droog shampoo opgemaakt. Dit is een hele grote fles. Extra volumineus haar. Ja, weet ik niet. Maar hij deed het prima. Ik heb er nu weer een van Sios. Maar deze zou ik echt nog wel een keer kopen. Deze is volgens mij ook van de Action. Ik heb een Essence Skin Loving Sensitive Mineral Powder opgemaakt. Ja, dit is een fijne poeder. Ik hoor wel eens dat mensen zeggen dat deze een dupe is van die van Charlotte Tilbury. Dat weet ik niet, want die heb ik niet. Maar een fijne poeder en heb ik ook al een nieuwe van. Ik had een backup hiervan. Deze. De Clean ID is niet op, maar is gewoon niet goed meer. Komt ook niks meer uit. Is helemaal hard geworden. Dus die gaat weg. Ik heb een poeder opgemaakt van Makeup Revolution. En dit was een roze poeder. Ik heb het dingetje eruit gehaald om de laatste poeder eruit te halen. Dit is een hele fijne poeder. Ik weet even niet meer hoe die heet. Ja. Dit. Ik zocht even het andere deel. Is de Essence Brighten Up Banana Powder. Ja, dit zou je nog los kunnen halen en gebruiken. Daar heb ik geen zin in. Ik heb nu die van Pat McGrath. Maar deze vind ik eigenlijk helemaal prima. Dus als die van Pat McGrath op is, en dat duurt wel een tijdje denk ik, ga ik gewoon die van Essence weer kopen. Dat, ja. Nou. Zo'n onderoogpatje die bij de doosje hoort. Dit is een van die vier setjes die ik op heb gemaakt. Een Catrice Hydro Hyaluronic Face Mist. Ja, die is niet helemaal op. Oh, ja, die is wel op. Ik vond de spuiter, hoe heet dit? Het pompje niet zo fijn. Hij doet een beetje druppels geven op je huid. Maar ik vond het product heel fijn. Dus voor het product zou ik het zeker kopen. In de hoop dat ze dan een beter pompje hebben. Misschien heb ik gewoon een miskoop gedaan. En anders misschien met een ander pompje. Van een van de Catrice dingen die ik wel goed vind. Je kan ze gewoon verwisselen. Maar dit is een fijn product en zou ik zeker opnieuw kopen. Ik heb een Nivea haarlak opgemaakt. Ja, niet de allerbeste. Ik heb nu een van Sios in gebruik, maar prima. Dan heb ik van Catrice de HD Active Performance Freezing Spray. Ja, cooling en refreshing, grappig. Prima. Maar ik vind de meeste spreetjes van Catrice wel prima. Ik vind hem niet zo fijn als deze. Deze is beter dan deze. Dus ja, nou goed. En verder heb ik volgens mij proefjes galore opgemaakt. Ik heb de Chanel Hydra Beauty Micro Cream. Ja. Een proefje van opgemaakt en een Camellia Glow Concentrate. Volgens mij zit er haar aan, zie je dat? Kijk, grappig. Is niet grappig, maar dat het zo één haar aan zit. Volgens mij heb ik deze heb ik opgenomen in de skincare review. Ik heb ook een Hydra Beauty Serum opgemaakt. Dan ga ik even
wat dingetjes voor jullie sorteren. Want dan is het wat makkelijker te overzien. Kijk, dit zijn oogdingetjes die opgemaakt zijn. Die niet, die niet, die niet, die wel. Die ook niet. Wat zit hier nog in? Nog zo een. Ja. Ik heb van Charlotte Tilbury de Magic Cream opgemaakt. Die zit ook in zo'n dingetje. Hier doe je, ja, ik doe hier 2 of 3 keer mee. Fijn, zou ik, is dit echt, is die van Revolution echt een dupe? Nee, denk ik niet. Deze is fijn, maar ik zou er nooit een hele pot van kopen. Dan heb ik Le Lift. Oké, dit is een smoothing and firms en dit is een anti-wrinkle. Dit zijn proefjes oogcreme. Ja, met zo'n proefje ja, doe ik toch wel een goede week hoor. Je hebt hier niet zo heel veel van nodig. Het laatste beetje is lastig te uitdrukken, omdat dit het topje heel hard is. Maar hier doe je echt wel een tijdje mee. Maar deze heb ik opgemaakt. Zou ik dit van Chanel echt kopen? Ik heb ooit een keer dat gekocht en ik weet het niet. Ik weet het niet. Dit is de Sublimage lijn. Heb ik er 3 van opgemaakt. Dit is voor de rijpere huid, zeg maar. Heel fijn spul. Moet ik eerlijk toegeven, is heel fijn spul. Oké. Dan heb ik Le Solution de Chanel. Een cream voor sensitive skin. Ja, prima. Doet iets bijzonders, niet echt. De Hydra Beauty Gel Cream, Hydraterende Perfection. Ja, ik heb wel het idee gehad dat met die Chanel dingen dat mijn huid toch wat zachter is geworden op een of andere manier. Dit is de Le Mousse, die gebruik ik eigenlijk standaard onder de douche om mijn gezicht te reinigen. Heel fijn product. Dan had ik de Le Lift Crème, Smooth and Firms, dus die hoort bij die... Hallo? Die hoort bij die oogcreme. Ik heb een Hydra Beauty Creme hydraterend. Ja, en een serum. Dit is ook de Hydra Beauty Creme. En dit is nog de Le Solution. Dies. Is dat Dies 10? Ja, die is. En een Camellia Water Cream. Ja, of dat dan iets speciaals doet. Illuminating, nou weet ik niet. Dat gevoel had ik niet echt. Ik heb ook nog een hele zooi van die Sublimage opgemaakt. Dit is de crème. Dit is de gewone, dit is de fijne. Dit is een dunnere crème, zeg maar. Dit was een balm. En dat is dan echt alsof je een soort dunne vaseline op je gezicht smeert. Deze, serieus, deze vond ik zo fijn. Als ik naar Chanel ga, ga ik hier nog een proefje van vragen. Dit is ook de Le Crème Textuur Fin, denk ik. Fijn, de dunne crème, zeg maar. Deze ook. Dit is Essence Lumière. Ja, weet ik niet of dat wat doet hoor. En dit is gewoon crème waar niks bij staat. Oké, wat vind ik van... ik vind die Sublimage lijn echt heel fijn. Maar gewoon te duur om te kopen. Laat ik gewoon eerlijk zijn. Dat heb ik er niet voor over. Dan heb ik 2 mini parfummetjes opgemaakt. Dit is een... Oh ja, deze. Coco Noir. Oh, ik ben verliefd. Ik heb hier nu een nieuwe van in gebruik, omdat Wessel een nieuw proefje van mij gevraagd heeft. Maar hier ga ik zeker voor mijn verjaardag,
Het is nu januari, ik ben in maart jarig. Maar ik ga hiervan zeker in voor mijn verjaardag van Dennis en Wessel een grote fles vragen. Een grote fles, echt een grote fles vragen. Sorry, even een slokje koffie. Deze vind ik zo lekker. En dan heb ik er een opgemaakt van Coco Mademoiselle. Hiervan, deze heb ik in het groot, maar ik had een proefje, dus die heb ik opgemaakt. Deze, dit is ook de Sublimage Line. Le Extra de Nuit. Dit is een met een pompje, hartstikke schattig. Wat je dan 's nachts als een soort gel, je kan het hier zien. Dit krijg ik er gewoon niet meer uitgepompt. Maar dit is wonderspul. Echt. Niet te doen. Dit is zo fijn. Hier ga ik er ook nog een van vragen. Want dit is echt wonderbaarlijk. Deze gaat even apart. Dan heb ik nog 4 make-upjes opgemaakt. Nee, dat is niet waar. Dit is de Elf Lash & Roll. Dit is een hele fijne mascara, maar is gewoon niet meer goed. Dus ja, kan niet meer gebruiken. Dus dan komt hij in de opgemaakte variant. Dit is de Catrice de Smoother Plumping Primer Concentrate. Deed heel veel, weet ik niet. Heb ik er een tijd mee gedaan? Zeker. Maar goed, hij is op. Dus ja, opgemaakt. Dan heb ik een lippotlood opgemaakt van de andere kant op. Van Maybelline, de Color Stay. In Nude Whisper. Fijn. Het is geen oogpotlood, het is een lippenpotlood. Zei ik net lippotlood of oogpotlood? Dat weet ik niet. Lippenpotlood. Prima. Mooie kleur ook. Op. En ik heb mijn Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base opgemaakt. De eerste keer dat ik dit gebruikte, dacht ik, het doet niet zoveel. Het doet niet heel veel onder je make-up. Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar het is wel heel lekker op je huid. Het geeft net die... Als je bijvoorbeeld een satin of een wat mattere foundation hebt, het geeft net iets meer op je huid. Wat meer hydratatie, wat meer zacht, wat meer lekker gevoeld, weet je wel. Het was net wat meer gewoon. Dus ik heb nog heel veel primers, dus ik ga voorlopig niks bijkopen. Maar zou ik hiervan een full size kopen? Zeker. Dit was het. Dit is wat ik opgemaakt heb, zeg maar, december en half januari, over de duur van 6 weken. Ik had ook een opgemaakt video over het laatste kwartaal, maar die op een of andere manier is die faal corrupt gegaan en kan ik hem dus niet uploaden. Dus dat is echt heel jammer, want ja, die spullen heb ik natuurlijk gewoon niet meer. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik allemaal heel fijn vinden en heel gezellig. Je bent altijd welkom bij onze nog heel kleine internet gezelschap en familie. Vind ik altijd zo'n raar idee, maar het is een soort semi-vriendenkring. Het is heel gezellig. Ik vind het leuk en ik hoop dat jij het ook leuk vindt. En het enige wat ik nog kan zeggen is fijne dag verder. Of eet smakelijk of wel trusten. Nou, we gaan nu gewoon kletsen, maar dat is niet de bedoeling. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En ik ga terug naar de bank. Doei!